wou even vertellen hoe het kwam. Mijn dochter studeerde in Amsterdam in de jaren 60. Ze was er net toen het Maagdenhuis werd bezet. Ze was erbij en ze deed mee met haar vriend Gert-Jan van Wijk. En ik was blij dat ze het deed, want ze hadden zo gelijk. En toen ik hun daar in die nacht een pannetje met eten bracht, werd ik gebeten door een politiehond. Nou ja, dat kwam omdat mijn fiets daar stond. Ik heb er nu geen last meer van, alleen sleep ik nog altijd een beetje met dat been. Och, u weet toch hoe ze waren toen? In de 60er jaren? Vast besloten om de wereld om te ploegen. Heel het systeem moest grondig uit zijn voegen. We aten macrobiotisch, want dat moest. Rijst met zaagsel, waarvan ik nou nog hoest. Ik mocht geen vaatwasmachine, dat vervuilt. Ik mocht geen auto en ik heb gehuild. Want ik had vlooien in het karpet en mieren in mijn bed. Maar de spuitbus was taboe en ik gaf toe. Want Ankie en haar vriend Gert-Jan van Wijk, ze hadden gelijk. Ze hadden gelijk. Ik wou naar Kreta, maar ik durfde niet te gaan. Ik was bang dat die twee me in elkaar zouden slaan. Ik ging er dus niet heen. Het werd de Veluwe. Te voet. Met dat been. Er mocht niet veel. Alleen de seks was vrij. Maar dat kwam net iets te laat voor mij. Die was voor hen. Op het kraakpand, op het rokin. Communes waren in. Ze kregen zweren en uitslag. Allebei. En daarom vroeg ik ze een keertje te eten. Want ik zei, straks ben je ziek van die macrobiotiek. Ik had canard à l'orange op het menu. Een eend met sinaasappel in de jus. Maar dat was fout. Want ga maar na. Die sinaasappels, die kwamen uit Zuid-Afrika. En de canard ging achter elkaar in het vuilnisvat. En dat was dat. Maar och, als ik het achteraf bekijk, ze hadden gelijk. Ze hadden echt gelijk. Zo vast besloten om de wereld te veranderen. Ook al werd dat soms wat moeilijk voor de anderen. En toen ineens gebeurde er dit. Ze gingen trouwen. Zij was in het wit. Vlak voor de kerkdienst zei Ank: moeder, loop toch niet zo mank? Gert-Jan is nu doctorandus in de economie. Zondags maait hij zijn gazon in hun tuin en overschiet. Er is een vaatwasmachine en de allernieuwste grill. En de spuitbus staat nimmer stil. Ze gaan naar Kreta in hun Audi. Want dat wou die en dat zou die. En gisteren zei mijn schoonzoon, en dat was een hele eer, we komen bij je eten. Hè? Maak nog eens een keer canard à l'orange. Hij stond daar zo op zijn gemak, in zijn donkerblauwe pak. Maar bij mij was er een snaar, die brak. Het was in mijn drift dat ik het deed, dat ik een dode botulisme eend bij hun naar binnen smeet, met nog een sinaasappel erachteraan. Ik riep, hier heb je het dan, daar, hier is je canard à l'orange bij je thuis. En huilend hinkte ik naar huis. En nou heb ik spijt. Het was dom van mij. De jaren 60 zijn voorbij. En iedereen zit weer heel gewoon in dat oude rotpatroon ook zijn. Ze willen leven. Potverteren. Zich amuseren. Profiteren. En de wereld maar zo laten en er niet meer over praten. Want wat zet dat nou nog voor zoden aan de dijk? Dus wat wil ik nou? Ze
Ze hebben gelijk. Pas op, wij zijn gevangen in de schijn.
ik heb jou eens ontmoet in 1807 of 1808, zo ongeveer. In elk geval was het in een vorig leven en aan je ogen kende ik je weer. Zit je nu naast me in lijn 3. Je bent wel erg veranderd in die jaren. Je droeg toen niet zo'n blauw confectielor. Je had een kniebroek aan en lange haren. Je had nog een geweten en een snor. En ik had een luifel hoed met rozen. Ik sloeg mijn ogen al doorzedig neer. Ik had mitaines aan en kon nog blozen, dat kan ik nu, helaas, sinds lang niet meer. Wat doet het er nou toe of alle dingen veranderd waren en wij zelf het meest? Jouw ogen en de geur van de seringen. Je beeld kan ik zo lang niet meer bewaren, maar aan je ogen herken ik je wel weer. Saxofoon Hans Meidam. Aan de toetsen Nico van der Linden. Aan de andere toetsen Onno Krijn. Was dat nou alles? Het glanspunt van mijn repertoire. Ik weet het niet, ik vraag het maar, want zelf kom ik er niet mee klaar. Was dat nou alles? Ja, dit is alles. Dit is de uitkomst van de som. Hier draait de hele wereld om. Dit was dus alles. Thank you.
MUZIEK